Is hij dan? Hi Maddie. Hallo, hi. Hoe gaat ie? Heel goed. Ik dacht een herkenbare plek. Je bent hier als speler veel geweest natuurlijk. De bosloop. Traditionele bosloop. Traditionele bosloop. Altijd zo, ja. Met ja. Luc van Acht, onder leiding van Luc. Ja, dus ik dacht... Dat is inderdaad hier, ja. Ja, op de dag van de officiële start van het seizoen ga ik jou hier even verwelkomen. Goed plan. Stilte voor de storm. Ik ben benieuwd, hè. Ben jij net meteen goed links afgereden? Meteen links. Ja? Het zat al helemaal, helemaal in. In mijn hoofd, ja. Hoe gaat het met je? Hoe ben je opgestaan? Voelt het misschien als de eerste dag van de middelbare school? Ja, nee, het voelt top. Ik ben lekker gewoon zoals normaal opgestaan. Kopje koffie, ontbijt en weten al wat ik vandaag moet doen met de mensen om me heen. De spelers die we gaan ontvangen. Dus het is, als je voorbereid bent, dat is prettig. En dan gebeuren er altijd nog dingen die je niet kan controleren, maar... Hersteld en fris en heel veel zin in. Ja, zo ziet het er ook in ieder geval naar uit. Ja. Kun je nog herinneren dat je hier voor de eerste keer binnenkwam als speler? Is dat gevoel misschien vergelijkbaar? Ja, ik kan me nog zeker herinneren. Dat ik vooral ook dat ik de onderhandelingen met meneer Van Rijen afronde. En, en vooral dat moment herinner ik me dat ik zo blij was dat ik PSV-speler werd in die tijd. En daarna kom je op de hertgang en dan ga je gewoon beginnen aan je droom eigenlijk. En dan ja, neemt je carrière een vlucht. En nu ja, ben ik alweer 10 jaar gestopt en ga ik aan deze klus beginnen. Dat is eigenlijk weer echt een compleet ja, nieuwe fase. En ja, ik geniet van het moment dat ik hier sta, dat ik de verantwoordelijkheid... mag nemen en dat is voor mij een eer. Ik ben daar trots op en dan gaat ook de knop om en dan gaan we vandaag aan de slag en dan willen we gewoon alles eruit gaan halen met de jongens die we hebben. Ja, nou dan gaan we even lopen. Ja. Het was een korte zomer voor iedereen. Hoe heb jij die beleefd? Nou, voor mij was die nog best wel lang, 6 weken. Ja. Uiteraard weet je op een gegeven moment al dat je hoofdtrainer wordt. Dus dan begint al je job. Dus ik heb heel veel kunnen doen. Ik ken de club natuurlijk van binnenuit. En toch wel even 2 weken helemaal weg geweest met gezin. Ja. En teruggekomen en vol werk kunnen doen. Dus ja, kort, maar ook weer niet. Genoeg. Ja, genoeg, ja. Zeker. Ja, die 2 weken weg geweest met je gezin. Was dat anders dan anders? Zijn er andere gesprekken gevoerd? Ik denk ook dat het heel spannend is voor het thuisfront wat je gaat doen. Wat zeggen je kinderen bijvoorbeeld? Nou ja, weet je... Dat zat eigenlijk al voor de vakantie dat we het daar over gehad hebben in het proces van dat het echt gaat gebeuren, dan is dat thuis besproken. En dat is belangrijk, dat je daar heel goed over hebt en eigenlijk alles duidelijk is wat er gaat gebeuren en dat iedereen erachter staat. Maar op de vakantie konden we eigenlijk gewoon genieten en ook een beetje vooruitkijken en ook met z'n allen trots op dat het... Ja, dat ik aan die job ga beginnen. Ja. Heb je ook je telefoon aan de kant kunnen leggen? Of is die rust er niet helemaal geweest? Jawel, het werd ook wel verplicht door tijdsverschil. Aan de westkust van Amerika met 9 uur tijdsverschil. Dan sta je ook op in de ochtend. Dan is het hier eigenlijk einde dag. En dan heb je wel even een check met een belletje en even checken. Maar met de updates. Maar daarna dan weet je... Dan gebeurt er hier niks meer en dan begin je daar aan je dag. Ja. En dan ben je wel los van hier eventjes. Ja. Er is ook heel veel gezegd over je aanstelling. Heb je daar iets van meegekregen? Wat vind jij daarvan dat er weer heel veel mensen daar iets van vinden? Nou, ik weet gewoon zelf hoe zaken zijn gelopen. Ja. En ik weet ook wel wat er natuurlijk her en der is gezegd. Ja, prima. Dat hoort er ook bij. En er wordt altijd van de buitenkant op zaken... Er komt commentaar op, positief en negatief en ja, dat is prima. Hoort erbij, hè? Ja, moet ook. Ja. Ja. Hoe is het voor jou om een stokje over te nemen van iemand die een hele duidelijke visie heeft en die PSV eigenlijk compleet anders hier is aangevlogen? Ik vind vooral, en heb ik ook tegen de spelers gezegd, dat we kunnen met de bekerwinst en die finale, dat wel eigenlijk... Voor mij iets is natuurlijk om op door te gaan. Ja. Wat er daar gebeurde en het karakter en de passie en de strijd die daar in de finale werd gelegd. In combinatie met wat er op de tribunes gebeurde in het PSV gedeelte in de Kuip. Ja, dat is wel voor mij, ik zat wel te kijken van goh, dit doet echt iets met mij. Met,
En daar wil je op door. Ja. Daar wil je op door. Dus dat vind ik wel van Roger, dat, ja, dat is wel een fantastisch moment geweest. Ja, dus je neemt ook echt iets mee daarvan? Ja, dat vind ik wel. Ja. Kijk, hij heeft ook doorgebouwd in de prijzenkast van PSV. Dus dat heeft hij zeker na, dat laat hij na met de staf en alle spelers die daaraan hebben bijgedragen. En dan is het aan ons om dat stokje over te nemen en weer door te bouwen om PSV verder te brengen. Ja. Je hebt onder heel veel trainers gespeeld, hè? Ook de icoon Sir Alex Ferguson. Wat neem jij bijvoorbeeld van hem mee? Of zijn er andere trainers die misschien wel in jouw visie passen? Ja, nee, er zijn... Kijk, uiteindelijk is mijn karakter wat het is. Ja. En dat zal ik ook nooit onder stoel of bank schuiven, want dat is gewoon. En ik vind dat, en dat is wel overeenkomstig, denk ik, met bijvoorbeeld een Ferguson of Robson. Kijk, die beginnen bij de persoon, bij het karakter. Dus als het karakter goed is, de mentaliteit is goed, en je bent een prof, ja, dan is er een basis om te gaan presteren. En daar zet ik volop in. Met deze selectie, waar ik fris mee aan de slag ga en dat helemaal ga bekijken. Maar ook de jongens die nieuwe jongens die we al hebben. En die hopelijk de jongens die nog gaan komen. Dat is gewoon een uitgangspunt. Ja. Maar dat is ook wat ik ben. En ik kom een half uur hier vandaan en dat zit er gewoon in. PSV-DNA. Dat Brabantse misschien wel. Dat, we willen met z'n allen weer heel gewoon keihard werken en willen normaal doen. En daarbinnen de grote hoogte bereiken. Mm-hmm. Nou, dat heb ik als speler mogen meemaken. En ben ik altijd mezelf ingebleven. En dat zal ik altijd uitdragen. Dus wat ik daarvan vraag, van prof zijn, op welke leeftijd dat ook is, dat maakt niet uit. Iemand van 17, 18 kan dat zijn. Ja. En als die goed is, dan gaat die spelen. En ik wil daarin, geloof ik, dat ik met die spelers en daarin kan bouwen en dat we de club daarin kunnen verder helpen. Ja, en dat begint eigenlijk al met de aanstelling van je staf. Ja. De keuzes toelichten, hoe is dat proces gegaan? Nou, je gaat kijken van naar profielen, net zoals je ook bij selectie doet. Ja. De keepers hebben graag die profielen en zo alle posities. Maar dat doe je ook met je staf. Assistenten, hoe ziet dat er dan uit? Wat heb je nodig? Vanuit die profielen kom je bij de nummer 1, 2, 3 kandidaten. En als je dan mag beginnen met Fred Rutte, dat je die, het absoluut de grootste wens was voor mij. Want die link is niet echt te vinden. Nee, die is er niet. Dus hoe is dat dan tot stand gekomen? Nee, ik sta open voor nieuwe mensen. Ook die ik niet ken, maar die wil ik dan leren kennen. Dus als het binnen dat profiel paste, ik denk dat het wel in te vullen is hoe dat profiel met Fred Rutte eruit heeft gezien. Ja. Ervaring, et cetera, et cetera. Maar ook een man met bepaalde normen en waarden, mentaliteit, energie en liefde voor het spel natuurlijk. Ja. Dat klikte en er zijn genoeg gesprekken overheen gegaan. Ja. Maar dat was ook het mooie, dat het niet zomaar makkelijk ging. Ja. Maar dat is ook niet als je zo hoog inzet. Dat geldt ook voor spelers. Dus we zetten hoog in en als het niet lukt, dan kijken we verder. Ja. Nou, met Fred lukte dat, dat was fantastisch. De Spaanse invloed ook? Ja, ik ken aan mijn Spaanse tijd een bepaald type trainer wat ik zocht. Nou, dat, ook vanuit Spanje heb ik daar dat profiel kenbaar gemaakt bij Madrid, bij de Spaanse bond. En het allermooiste was dat ik daar de terugkoppeling kreeg van hij zit bij je om de hoek. Dus vanuit Spanje kreeg ik door dat Javier bij Willem II aan de slag is en dat wat ik zoek in een trainer... Dat type, dat in Tilburg, dat hij in Tilburg was, dat was wel zo mooi. Dat was echt briljant. Hier naartoe, ja. Je had het net al over die voorbereidingen. Hoe zag dat eruit? Ben je bijvoorbeeld veel in het stadion geweest? Heb jij je bemoeid met de transfermarkt? Hoe zag het eruit? De driehoek, Marcel Brands, John de Jong en ik, wij zijn bezig met de selectie. En
ik dien in van oké, op die posities, die profielen hebben we het weer. Ja. Ik moet niet te veel blijven zeggen, want het wordt een beetje vervelend. Maar vanuit de mentaliteit, karakter, instelling, et cetera, dan naar kwaliteiten kijkend, nou, dan kom je uit op die spelers. Nou, dan gaat John uiteraard, maar ook in samenwerking nu natuurlijk met Marcel. Ja. En alle scouts, et cetera, dat hele apparaat gaat dan aan de slag en ik kan me weer richten op het nu. Maar alles volg ik natuurlijk en ontwikkelingen daarin, ja, daar krijg ik de briefings over. Ja, we weten allemaal, net zoals heel veel Eindhovenaren, dat je Gakpo graag bij PSV wilt houden. Ja. Je hebt een gesprek met hem gehad. Ja. Hoe is dat gegaan? Wat heb jij hem dan te bieden? Nou, hij weet ook wat PSV hem te bieden heeft. Ja. Dat weet hij. En dat waardeert hij ook. En hij is een PSV'er. Hij is een jongen uit de stad, uit de jeugd. Hij weet hoe die bij de sporters ligt. Hij heeft symbolisch bijgetekend, hè, met het spandoek. Maar, mooi was dat. Dat was heel mooi. Ja. PSV heeft hem alles nog te bieden. En hij weet ook van hoe ik ben en hoe ik wil gaan spelen. En met zijn rol daarin. Dus hij is daar volledig van op de hoogte. En dat was een topgesprek. Dus zolang daar niks speelt, dan ga ik ervan uit dat hij blijft. Ja. Je hebt 4 jongens meegenomen vanuit Jong. Die mogen doorstromen naar de A-selectie. Ja. Peersman, Saibari, Uppergaard en Bakayoko. Ja. Kun je je keuzes toelichten waarom je hen die kans gunt? Nou, dat hebben ze zelf afgedwongen. Het is duidelijk. Kjell, op zijn leeftijd een zeer groot talent. Heeft al minuten en wedstrijden gespeeld in de keukenkampioendivisie. Mm-hmm. We zien in hem een talent. Met het potentie om eerste keeper van PSV te worden. Dat traject dat bieden we hem aan nu. Daar gaan we mee starten. Als training bij het eerste. Ja. En wedstrijden spelen in Jong. Dus daarin kan hij het gaan laten zien. Ja. 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 Nou ja, en Bakayoko natuurlijk. Beste talent van de KKD uitgeroepen. Ja, als je op 18-jarige leeftijd de statistieken weer legt die hij heeft gehaald. En ook andere zaken van het spel dusdanig heeft ingevuld dat hij ook een plekje een vaste plek in de A-selectie heeft veroverd. En Oppegaard heeft afgelopen seizoen wat minder gespeeld, ook wat blessures, wat moeite gehad. Heeft ook al minuten in het eerste gemaakt. Hè. Die heeft al de Supercup tegen Ajax gespeeld, heeft nog tegen Leicester heeft hij minuten gemaakt. Dus dat is ook een jongen met heel veel potentie en daar hebben we ook heel hoge verwachtingen van. Ja. En dan hebben we nog Saibari. Ismael die heeft een hele goede ontwikkeling in Jong PSV ook doorgemaakt. Een van de dragende spelers daar. En krijgt nu ook de kans om zich te laten zien op trainingsniveau bij de A-selectie. Kijken hoe die in de concurrentie gaat met de andere middenvelders. En kijken hoe dat is. Kijken of hij daar al tegenaan zit. Tegen het eerste is dat al zo. En anders kan hij altijd zijn minuten in Jong blijven maken. Nou, we zijn allemaal heel benieuwd. Ja, ik ook. Ja. Nou ja, ik heb vertrouwen in die jongens. Ik heb ze al jaren meegemaakt. Kijk, ik heb natuurlijk toch 8, 9 jaar aan de jeugdkant gelopen. Ja. Van alle teams wat gedaan. 3 jaar die onder 19 en een jaar jong. Dus ja, ik weet wat er nu aanwezig is binnen de jeugd. Precies. En wat er allemaal aankomt. Nou, dat is wel een fantastisch hoopvol. Iets. Hoopvol. Ja. En dat de academie fantastisch op poten staat met alle mensen daar. En dan straks die eerste training aan deze kant. Er zijn een aantal spelers nog niet bij, dus er is een gat in de selectie. Je hebt ervaren hoe dat is bij Jong PSV. Vind je dat lastig? Nee, want weet je, je hebt gewoon om te gaan met de omstandigheden die je voor je neus krijgt. Ja. En dat is wat het is en daar gaan we het mee doen. En dus dat is zo. Die internationals hebben lange rust, maar ook de jeugd internationals hebben lange rust. Dus die zijn er ook niet bij nu. Mm-hmm. Dus dat weet je, daar plan je ook op in. Krijgen andere jongens een kans, daar gaan jongens verrassen. Dat beeld hebben we ook weer. De jongens die er wel zijn, zetten we volledig op in. Kunnen we 6 weken meenemen om zo fit mogelijk te krijgen voor de Johan Cruijffschaal. En die anderen die stromen in. En hopelijk met nieuwe aankopen en dat we natuurlijk wil je als trainer dat zo snel mogelijk op orde hebben. Ja. Maar ik neem het zoals het komt.
Maar het wordt allemaal heel erg krap. Hè? Je wordt als hoofdtrainer meteen voor de leeuwen gegooid. Ja. In juli zoveel oefenwedstrijden. 30 juli inderdaad de Johan Cruijffschaal. Ja. Kwalificatie voor de Champions League. Ja. Hoe gaat Ruud van Nistelrooy daarmee om? Ik neem het zoals het komt. En, een tegeltje, mooi. Nou ja, het is zo. En daar ga ik mee dealen. En de omstandigheden die je voor je voeten krijgt, daar ga je mee dealen. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor de spelers. Kijk, we gaan wedstrijden spelen waarin hoeveel scenario's kunnen er gebeuren. Maar wij hebben daarmee om te gaan. Ja. En dingen die je niet in de hand hebt, daar moet je gewoon daar moet je mee dealen. Moet je ook niet druk om maken. Alles eruit halen. Op dagelijks niveau aan het werk beginnen. En dan ga je een proces starten met elkaar. En inzetten op dat karakter, die energie, die passie, die strijd. Dat is de basis van alles. En een team. En dan kan je gewoon heel veel bereiken. Kijk, wij weten gewoon van, oké, we hebben de voorbereiding. We hebben de kwalificatie Champions League. Ja. We hebben de eerste competitiewedstrijd. En dan richting play-offs. Want wij willen de Champions League in. Ja. Dat is gewoon een doel. Goed zo. En zonder tegenbericht gaan we daarvoor. Dus dat weten we. En meer hebben we op dit moment ook niet nodig. Dan is er een WK in de winter. Ja. Hoe ga je bijvoorbeeld, dat is misschien ver vooruit, plannen. Maar ja, ga je degene die niet meegaan op vakantie sturen of ga je doortrainen? Ja, we hebben dat al doorgepland. Okay. Dus we weten, oké, dit is scenario, welke jongens gaan. Die hebben die vakantie, die beginnen dan. Dan is de herstart. We weten wanneer die jongens vrij krijgen die niet gaan. Mm-hmm. Die andere jongens, ligt eraan wanneer ze eruit geschakeld worden. En die vakanties, dat is allemaal ingevuld. Ook het trainingskamp, als we weer gaan opstarten, die tweede voorbereiding begint richting 6 januari, de herstart. Mm. Dus dat staat. Ja. Ik heb het idee dat er hier een hele rustige Ruud van Nistelrooy staat. Er komt een hele spannende, leuke tijd aan, maar je hebt geen ijsbad nodig volgens mij. Jij houdt je hoofd wel cool. Nou ja, ik wel. Ik weet wel waar ik mee bezig ben. Ja. En er zal er nog genoeg gebeuren wat onvoorzien is, want dat is voetbal. Dus dat gebeurt ook in het leven natuurlijk. En daar gaan we zien. Ja. Waar kijk je het meest naar uit? Ik kijk het meest naar uit naar het Philipsstadion voor het eerst. De eerste wedstrijd. Met mijn ploeg. Ja, leuk. Ik ook. Ik ga jou meenemen naar die eerste training. Heb je er nog zin in? Nee, ik ga naar huis. Dit was je eerste interview. Ik vind dat je het goed gedaan hebt. Dank je. Maar nog één vraag. Is het nou Ruud van Nistelrooy lange ei? Of Grieks ei? Ja, ik heb mijn paspoort erop nageslagen, dus lange ei. Ja, lange ei. Oké, nou, we zetten hem erin. Ja.